Oké. Nou, Marleen die noemde dat al, de Olympische Spelen. Wie heeft de gouden medaille winst van Suzanne Schulting Short Track gezien? Veel. Dit was het beeld, hè? De manier waarop zij doorkreeg dat ze had gewonnen. En voor wie dat heeft gezien, ze was zo blij als een kind. Er zat geen terughoudendheid in. Gewoon echt door het dolle, weet je. Echt intens gelukkig. Als je ziet hoe zij daarna per team leden daar naartoe vliegt en omarmt en schreeuwt en gek doet en springt en van alles, weet je, er gebeurt wat. En als je daar naar kijkt, dat ontroert. Dat is puur geluk. En ik dacht, ze is eigenlijk als een kind. Zo ontvangt ze gewoon dat mooie wat er dan gebeurt. En ik was er eigenlijk wel een beetje jaloers op. Met mijn Friese nuchterheid. En altijd dat beredenerende en maar nooit te laten zien wat er nou echt diep in je omgaat, bla bla bla. En zij, weet je, zij wint gewoon en het is gewoon een en al geluk, onbevangenheid. Zo blij als een kind. Nou, en dat past wel mooi bij vanmorgen, want vanmorgen gaan we het ook over onze kinderen hebben. Dat is niet helemaal toevallig, dat sluit redelijk aan bij het opdragen ook van onze kinderen. En in het bijzonder bij de geloofsopvoeding, want ik heb afgelopen vrijdag als teaser het volgende op de Facebook-site van de gemeente laten plaatsen. Geloofsopvoeding? Wij gaan toch naar de kerk? Nou, dat is misschien een zin en een regel die je verwacht in de jaren 70. Hè, toen het nog heel uit traditie mensen nog naar de kerk toe gingen. Mijn ouders gaan, dus ik ga ook. Dus ik neem mijn kinderen ook mee. En that's it. Waar de kinderen eigenlijk alleen aan het gebed na het eten en het gebedje voor het slapen gaan konden zien wat er nou aan geloof leeft bij de ouders. Maar in de gesprekken door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat dit eigenlijk best nog wel actueel is. Dat ook veel van ons, en dat het tegenwoordig eigenlijk helemaal nog niet zo vanzelfsprekend in onze mondige cultuur, hè, waar iedereen gewoon zegt wat hij denkt, et cetera, het toch nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat je als ouder praat met je kind over het geloof. Terwijl, als we eerlijk zijn, is dat toch een van de meest belangrijke dingen waar je over kunt praten met je kinderen. Ik denk zelfs, en ik was geen makkelijke, ik was echt een puber, zeg maar. Als dat, ik heb het mijn ouders niet gemakkelijk gemaakt, met name mijn moeder niet. Heb ik later ook excuses voor aangeboden. Maar een van de dingen was dat ik wou weten wat er in hen omgaat. Ik heb het gewoon geëist. Waar staan jullie voor? Maar niet elk kind doet dat. En ik hoop niet dat jullie allemaal zo'n kind hebben of krijgen als dat ik was. Maar eigenlijk hebben wij niet het recht om onze kinderen te ontzeggen wat voor ons belangrijk is. Want jij, als je ouder bent en dat voorrecht hebt, bent van wezenlijk belang voor waar jouw kind in gelooft. Ze zullen later zelf wel beslissen wat ze ervan overnemen. Maar laat zien wat het geloof voor je betekent. In woord, en dat is heus niet alleen maar met een gesprekje of met een bijbeltekst erin gooien. En had ik idee dat ook weer gedaan? Natuurlijk niet. Dat zit hem ook in de daden. Weet je, als je zegt van nou, we gaan alleen naar kerk als het ons zo uitkomt. Daarmee zeg je eigenlijk tegen het kind, God is optioneel en hij moet maar op zijn beurt wachten. Of 10 keer per dag je Facebook checken en nooit die Bijbel open. Dat zegt aan het kind waar jij de meest relevante waarde aan toekent. En ik zeg het ook tegen mezelf, hè? Ik laat het. Ja. Ja, inderdaad, jongen. Roddelen over anderen zegt dat jij die naaste niet lief hebt als jezelf. En de aandacht op jezelf focussen zegt dat je niet God boven alles hebt. Hoe zijn wij voorbeelden?
Als er iemand is die, jou het die het, jouw kind het geloof kan meegeven, ben jij dat. Oké, okay. Nou, leuk begin, Wouter, jongen. Dat brengt de sfeer er wel in. maar er is nog iets. En dat is eigenlijk waar ik nog het meest wou stilstaan vanmorgen. Dat is voorbeden. Oud woord, joh. Voorbeden. Wie weet wat dat betekent? Ja? Paul? Bidden voor je kinderen. Dus op zich, het is op zich logisch. Voorbeden. Je bidt voor je kinderen. En ik had er helemaal niks mee. Juist als ik ouders tegenkwam die zeiden van ik bid altijd voor mijn kinderen, vond ik dat altijd maar een beetje egoïstisch gedoe. Waarom alleen voor je eigen kinderen? En al die anderen dan, et cetera. Maar in de studie voor vanmorgen ben ik achter de waarde van voorbeden gekomen. En het sluit ook mooi aan als inleiding naar de volgende maand. In maart gaan we een maand lang stilstaan bij gebed. En het belang van gebed en waarom dat waarde heeft voor je geloofsleven. En dit is eigenlijk de mooie overgang daar naartoe. Nou, voordat ik daar verder op inga, gaan we eerst kijken naar een kort fragment van Beyoncé. Beyoncé is een popidool, ontzettend bekend en populair. Het is een sterke persoonlijkheid, komt op voor vrouwen. He, dus als je als vrouw denkt dat je niks waard bent, nou kijk eens even naar Beyoncé en hoe die zichzelf neerzet en wat die zegt over vrouwen. En ik vind ook een bijzonder persoon. Jay-Z is een van de meest, ook een bekend persoon. En zij zijn al 10 jaar getrouwd. Nou, in die wereld is dat al een statement op zich. En zij, ik kwam een fragment laatst op televisie tegen waar ze het ook over het stukje voorbeden heeft. Daar gaan we even naar kijken. Do you remember being born? Are you thankful for the hips that cracked, the deep velvet of your mother and her mother and her mother? I don't know why I'm so fortunate and so blessed. And I know that my mom always told me that my grandmother was in the church lighting candles and praying for her. And I am a result of my grandmother's prayers. And my mother prays for me all the time. And I pray for my daughter all the time, and God is real, and God lives inside of me and inside of all of us. And it doesn't matter where I am, I know that and I feel it. Een mooi getuigenis op dat niveau, hè, waar je miljoenen mensen hebt die naar je opkijken, zo voor je geloof uit te komen. En ook het belang van gebed te onderstrepen. Haar moeder die voor haar bad. En haar moeders moeder die weer voor haar bad, et cetera. Ik moest ook denken aan Augustinus. Augustinus is een kerkvader, 4e eeuw na Christus. En eigenlijk heeft hij zo'n beetje het hele christelijk geloof uitgelegd en gesystematiseerd zoals we dat nu kennen. En Augustinus was een koppige man. En hij zei, het feit dat ik ben bekeerd, dank ik aan mijn moeder die niet aflatend bad voor mij. Zij heette Monica en ze bad elke dag weer voor haar zoon. En op een dag toen ze weer met tranen in de ogen bij de dominee kwam om het ongelovige hart van haar zoon, zei die bisschop, ach, een zoon van zo'n gelovige vrouw voor wie zoveel gebeden wordt, kan toch niet verloren gaan. Maar hij was 34. Toen hij zijn hart gaf aan de Heer, kun je zien hoe lang die vrouw moest bidden. Maar het heeft een gigantische impact gehad in de christelijke geschiedenis. Dus gebed is belangrijk. Nou, we gaan met elkaar ook iemand uit de Bijbel ontdekken. Dat is een echte gebedstijger ook. En dat is Hanna.
En dat staat in 1 Samuel 1. En ik ga dat niet helemaal letterlijk voorlezen. Dat kun je thuis wel nalezen als je dat wilt. En ik noem het maar de familie A. Want je hebt Elkana, je hebt Penina en je hebt Hanna. Het zou zo een Groningse familie kunnen zijn vanmorgen in de Bijbel. Nou, Elkana, dat is de man. En die had 2 vrouwen, Penina en Hanna. En het wordt gelijk gesitueerd, Penina heeft kinderen. Hanna niet. En daar zit gelijk het verdriet van het verhaal. En ze zijn gewoon om elk jaar, hè, zoals dat toen de traditie was, dit is ongeveer 1000 voor Christus, naar Silo toe te gaan. Nou, daar kun je nu nog steeds naartoe. Daar stond de tabernakel voordat hij later naar Jeruzalem werd verplaatst en daar de tempel werd gebouwd. En elke keer als ze daar naartoe gingen, dan werd het offervlees gebracht. En dan pakte Elkana dat vlees en dat gaf hij aan Penina. Maar het mooiste stukje vlees bewaarde die voor Hanna. Want hij had haar het meest lief, staat er dan. Nou, daar gebeurt ook al iets wat niet helemaal goed is in de relatie natuurlijk, dat je iemand voortrekt. Maar Hanna heeft zoveel verdriet van het feit dat ze geen kinderen kan krijgen. Ze huilt en huilt. En elke keer als ze weer bij Silo zijn en ze naar de tempel gaan om te offeren, dan was het de gewoonte dat Penina de spot dreef met haar. Haar uitlachte. En haar kwelde. En als het weer een keer zo ver is dat Penina Hanna uitlacht. En Hanna zo moet huilen en ze zitten aan eten en ze wil niet eten. Dan gaat Elkana naar haar toe, haar man. Die zegt, waarom huil je? Waarom huil je zoveel? Waarom heb je zoveel verdriet dat je geen kinderen kunt krijgen? Ben ik niet meer waard dan 10 zonen voor je? Maar Hanna zegt niets. En als het eten is afgelopen, staat ze van haar stoel op en loopt naar de tempel toe. En naar de tabernakel. En in die tabernakel knielt ze. En ze gaat bidden. En dan komt Eli, dat is zeg maar de dominee in het verhaal. En die maakt me daar een pastorale blunder, jongen. Zo. Nou ja, ik heb ook al een paar blunders gemaakt in mijn... Tot nu toe hier bij jullie, maar Eli die gaat ook lekker. En dus Hanna ligt daar op knieën met gesloten ogen en bidt zonder iets te zeggen. Dus ze beweegt haar lippen. En Eli ziet dat. En die zegt, ben je dronken of zo? Dat is toch gek? Wat zegt dat gewoon over de situatie toen daar in die tabernakel, dat op het moment dat daar iemand op knieën ligt en in gedachten prevelt, dat je denkt dat die dronken is? Jongen, jongen. Nou, en dan komt Hanna aan het woord en die legt uit wat er aan de hand is. En Eli krijgt oor voor haar en dan... zegt hij tegen haar, Hanna, de Heer heeft naar je geluisterd, je zult kinderen, een kind krijgen. Maar het belangrijkste nog is het gebed wat Hanna uitspreekt. Dat noem ik dan maar het kinderloze moedergebed. En dat gaan we wel lezen met elkaar. Het staat, dan zegt ze, machtige Heer, wanneer ze geknield is, ziet u hoe moeilijk ik het heb. Vergeet mij niet. Denk aan mij. Geef mij alsjeblieft een zoon. Dan beloof ik dat ik hem aan u zal teruggeven. Hij zal u zijn leven lang dienen. Nou, als Eli dan tegen haar heeft gezegd dat ze een kind zal krijgen, gaat ze blij terug. En ze komt thuis. En de volgende dag staat de familie op. Gaat weer naar huis. En inderdaad, ze wordt zwanger. Nou ja, er moest al eerst iets anders gebeuren natuurlijk, maar ze werd zwanger en ze krijgt een zoon. En dan noemt ze hem Samuel en dan zegt ze, dit is de zoon die ik aan de Heer gevraagd heb. Nou, bij de opleiding leer je altijd in de eerste associatie te denken. Wat roept dit verhaal bij jullie op?
Belangrijk. Belangrijk. Oprecht hart. Oprecht hart. Hé, Rijn. Hé. Gebedsverhoring. Gebedsverhoring. Weet je wat mij... Dan ben ik eerlijk, het eerste wat ik dacht, weet je, het was in dat gebed dat ze zo smeekte om maar een kind te mogen krijgen. En het was jarenlang leed wat ze had. Dit is niet een week of een uur dat zij graag, dit is jarenlang dat ze graag een kind wou hebben. En dan in haar uiterste wanhoop om toch maar een kind af te smeken, belooft ze dat ze het kind terug zal geven aan God als ze het krijgt. En ik dacht van, arme Hanna, had dat nou niet gebeden? Wel dat je graag een kind wilt, maar niet dat je hem weer terug zult geven. Want nu moet ze ook dat kind terug gaan geven. En dat doet ze dus ook, hè? Het wordt geboren, het kind groeit op. En als het oud genoeg is, brengt ze het naar de tabernakel en moet ze het loslaten. Maar toen dacht ik, Wouter, dat is eigenlijk veel te egoïstisch gedacht. Want een kind krijg je nooit voor jezelf. Kind krijg je nooit om een leven lang te houden. Bij een kind moet je gelijk al leren wat loslaten is. En zo ook deze Hanna. Nou, ik geloof dat gebed belangrijk is. En ik heb dat op 3 niveaus uitgewerkt. Dat gebed heeft een uitwerking op microniveau. Moet je voorstellen wat dit voor Hanna betekende. Dat zij na al dat lange bidden, smeken bij de Heer, op een dag die Eli tegenkomt, die zegt, je gebed zal verhoord worden. En dat ze naar huis gaat en gemeenschap heeft en dat ze zwanger wordt. Moet je voorstellen wat dat voor haar geloofsleven betekent. Voor iedereen die twijfelt of gebed bestaat en dit gebeurt, je geloofsleven krijgt een boost. Dat is op microniveau, maar ook op mesoniveau. Eli krijgt een werker erbij. Die man die daar dag en nacht bezig was in die tempel, krijgt er een jonge jongen naast. Die hem helpt met al die offers te brengen. Want het hele volk Israël moest naar die tempel toe gaan, naar die tabernakel toe gaan om te offeren. En nu kwam Samuel erbij. Hij kreeg iemand en dat stond in een groter plaatje van het hele volk. Wat nu die offers kon brengen bij die tabernakel waar Eli een werker erbij naast kreeg. Maar ook op macroniveau. Hier gebeurt iets groots. Gebed heeft ook op groot vlak invloed. Want deze Samuel is het. Het lijkt maar een verhaal van een vrouw die geen kind kan krijgen. Maar dat is het niet. Niet alleen. Want deze Samuel wordt straks de enige nog die dient in de tabernakel. Want Eli is een slechte vader. En hij verwent zijn kinderen. En zijn kinderen gedragen zich niet. En Eli roept ze niet tot de orde. En God straft. En ze sterven allemaal uit. En dan is Samuel nog de enige die overgebleven is. De enige priester die aan het werk is in het huis van de Heer. En het is deze Samuel die straks de koning Saul mag salven. Nee, sterker nog, Samuel mag David, de allergrootste koning, straks gaan zalven. En deze David is de voorloper van Jezus. Moet je zien wat gebed op groot macroniveau uit kan richten. Gebed is groter dan onszelf. En nog even terug over die Hanna. Hanna, die is nu niet uit beeld. We lezen ook dat zij elke keer weer naar die tempel toe gaat om spullen bij hem te brengen. Om te vragen hoe het met hem gaat. En als we de voorgeschiedenis van Hanna zo lezen, kan ik me ook niet anders voorstellen dan dat ze ook altijd in gebed is gebleven voor haar zoon. Iemand met zo'n groot moederhart, die zal dat blijven doen. En let ook op, Samuel is letterlijk de vrucht van haar gebed. Zo komen we terug voorbeden. In het bijzonder het gebed voor de kinderen. Ik zou je willen vragen, als je gezegend bent met kinderen, om de namen, om hun namen, in Gods hand neer te leggen. En mocht je zelf geen kinderen hebben, adopteer in gebed onze kinderen, als ik zo vrij mag zijn, ouders, dat ze ook, jullie mogen ook voor onze kinderen als gemeente bidden.
We hebben net een nieuw adresboek gekregen. Er staan allemaal namen in. Pak die lijst er eens bij en bid voor de kinderen. En ik weet niet hoe jouw thuissituatie is. Misschien heb je het getroffen dat jullie beiden heel sterk in het geloof zijn en kun je dat samen doen. Maar misschien is dat ook niet zo. Heb je een partner die liever heeft dat je er niet zo mee bezig bent. In ieder geval dat je het niet zo laat blijken. Die misschien wat cynisch is. En die graag wil dat jij met je vrome gedoe dat buiten het gezinsleven houdt. En dan kan ik je altijd nog wijzen op het dronken gebed. Het gebed van Hanna. Die in stilte en bescheidenheid neerknielt. En niet let op hoe andere mensen om haar heen haar bespotten. Maar pleit bij de Heer voor een kind. De beste manier om hun leven aan te raken is voor ze te bidden. En mocht je kritisch zijn over het nut van het gebed, lieve mensen, stel jezelf dan eens deze vraag. Hoe kan God een gebed verhoren wat nooit gebeden wordt? Als jij graag gebedsverhoring wilt, waarom bid je dan niet? God kan niks doen als jij daar niet voor open staat. Bescherm je gezin en ga als je dat gegeven is als ouders om ze heen staan. Zodat het gezin een stevig gebedshuis wordt waarbinnen je kinderen mogen opgroeien. Eergisteren hoorde ik dat op die scholen in Amerika waar met die wapens, et cetera, die hele vreselijke toestand daar. Er was bewaking, mensen. Er was bewaking. Weet je wat alleen het probleem was? De bewaker is nooit naar binnen gegaan. Zorg dat jij naar binnen gaat in de gebedsruimte. In een gebedsplek waar jij in stilte bij de Heer pleit voor je kinderen. Laten wij als ouders en als gemeente biddend strijden voor onze kinderen. Amen. En dat mogen we ook niet alleen thuis, dat hoeven we niet alleen thuis te doen, dat mogen we ook nu met elkaar doen. Door het zingen van een lied. En dat is lied 596. Zie onze kinderen tot u gaan. En dat zegt: zie onze kinderen tot u gaan, Vader vol erbarmen. Wij bidden u in Jezus' naam, neemt u hen in uw armen. Geschapen zijn ze naar uw beeld, wil dat in hen herstellen. Dat eens ons kind van Jezus weet en zich bij u wil stellen. Zullen we het zingen met elkaar? Kinderen tot u gaan, o Vader, voor.
dichterbij bent dan wij kunnen voorstellen. Voor u is geen afstand. Heer, we komen voor uw troon en we naderen tot uw aangezicht. En om het met de woorden van Augustinus dan maar te zeggen, Heer, we willen bij u komen om de rust te vinden, Heer, in ons hart. De rust die we zo nodig hebben, die we nergens anders vinden kunnen vinden dan bij u. Heer, we komen bij u. En Heer, vanmorgen mogen we stilstaan bij de zegen van het kind. Heer, als het ons gegeven is dat we kinderen mogen krijgen, Heer, hoe bijzonder dat is. Dat we ook geloven dat we die niet hebben genomen, maar dat we die hebben gekregen uit uw hand. En Heer, we zitten hier met een gevarieerd gezelschap. Ouderen, jongeren. Misschien jongeren die nog helemaal niet nadenken over kinderen. Ouderen die hun kind hebben moeten loslaten. Heer, we weten zelfs van ouders die al hun kind naar het kerkhof hebben moeten brengen. Heer, wat een verschil en wat een diversiteit. Kinderen in puberteit, kinderen die al op zichzelf wonen. En Heer, al die kinderen, hoe klein ook. Heer, het kleinste hebben we vanmorgen gezien. Tot aan de oudste toe, Heer, wilt u er zijn voor hen? Wilt u met onze kinderen meegaan? Wilt u onze kinderen laten voelen dat u bestaat? In deze wereld, in een Nederland wat ontkerkelijkt en waar steeds minder mensen geloven, Heer, wilt u ze vasthouden? Wilt u ze aanraken met uw geest en laten voelen dat u werkelijkheid bent? En Heer, we weten dat we zelf ook niet van die plicht zijn ontslagen. Om te laten zien wat het geloof voor ons betekent. Dus geef ons moed en vrijheid om het ook zelf te laten zien aan onze kinderen wat het geloof voor ons betekent. Heel praktisch door hoe we omgaan met elkaar, hoe we denken over elkaar. Waar we ons geld aan geven, waar we onze tijd aan geven, waar we ons aandacht aan geven. Waar we echt blij van worden. Heer, het zijn van die alledaagse dingen. Heer, help ons om aan hen te laten zien waar onze focus ligt. Maar ook praktisch, Heer, zoals we bezig zijn om na te denken over een samenlees Bijbel. Heer, hoe goed het is om als gezin rondom uw woord vergaderd te zijn, Heer, om niet gelijk met een bord voor de televisie te gaan zitten, Heer, maar uw woord te openen en op een aansprekende manier voor onze kinderen, zodat zij ook iets zullen meekrijgen van die diepe waarheid uit uw woord. Ook dat zij op een dag zullen ontdekken, Heer, dat zij door u zijn gemaakt en dat zij geliefd zijn. Niet alleen door ons als ouders, maar ten diepste en geheel door u, hun maker. Heer, zo willen wij de namen van onze kinderen in uw hand neerleggen. In zorg daar neergelegd en hopende op uw zegen over hen. Heer, dat bidden wij en dat vragen wij niet omdat we dat verdienen, Heer. Maar in Jezus' naam, zodat zij op een dag mogen gaan uitroepen, I am a child of God. Dat we ook willen gaan zingen. Amen. Been born again.
to your family, your blood flows.